Nou, dat ging iets makkelijker als vorig jaar, hè? Ja, kop is eraf, hè. Ja. En vorig jaar was het een hele moeizame wedstrijd. En vandaag hebben we meer goals gemaakt. Rens is geblesseerd. Ja, klopt. We hebben nog wel wat meer jongens die blessure hebben vanuit vorig seizoen. Een aantal jongens overgehouden. Die zijn wel weer in training. Jordi Bruin had privéomstandigheden, was er niet. En Rens heeft een blessure opgelopen. En na zich laten aanzien duurt dat wel wat langer. Dus dat is wel een smetje op de eerste week, moet ik zeggen. En onze Deense vrienden, die deed ook goed? Ja, die zitten wel op voetballen, dat is duidelijk. En die hebben zich heel snel aangepast. Eentje is er pas vanaf maandag, Magnus. Maar ik heb het idee dat hij al 3 jaar speelt hier. Mikkel is er al wat langer. En je ziet gewoon dat de jongens allebei heel goed kunnen voetballen. En ook goed passen bij NEC, dus daar zijn we heel blij mee. Zo, Javier, we zijn weer begonnen. Ja. Hoe voelt dat, zo'n eerste wedstrijd weer? Ja, lekker. 60 minuutjes gespeeld, dus dat is fijn. En we zijn er weer. Ja. Want de wedstrijd is wel lekkerder dan trainen natuurlijk. Snap ik, ja, natuurlijk. En wel één ding wat opvallend was. Je speelde wat verder naar achter. Ja, er zijn veel middenvelders. En ik heb op trainen hier ook gespeeld. En ik heb in het verleden dit ook gespeeld. Vorig jaar wat aanvallender en nu wat verdedigender. Ik ben multifunctioneel. Ja, Rens is er niet, hè? Die is geblesseerd. Is dit dus iets waar jullie nu op trainen om misschien ook zo op te kunnen vangen? Dat weet ik niet. Ik kan het. Alleen ik moet even wennen weer. Dat is het enige. Met goede coaching moet dat goed kunnen. En we gaan wel zien wat er komt. Nou, welkom weer terug in Nijmegen. Hoe is het om hier weer zo even terug te zijn en te spelen? Ja, het is sowieso leuk om al die teamgenoten weer te zien die ik al heel lang ken. Jongens als Bartje en zo. Soef heb ik mee in de jeugd gespeeld. Dus het is altijd leuk om gewoon even terug te komen en die jongens te zien. Lekker met hen te voetballen. En het bevalt me goed. Hoe heb je dat gevolgd eigenlijk bij NEC die nakomt? Die zijn vooral natuurlijk de promotie. Ja, ik heb sowieso elke wedstrijd die ze speelden die ik kon kijken, heb ik gewoon gekeken. Want NEC is gewoon mijn club, dus ik wil sowieso alles zien. En die jongens ken ik natuurlijk goed. Playoffs, ja, de vorm die ze pakten, heb ik echt van genoten. Ik had van tevoren ook niet verwacht hoe ze het zo hebben gedaan. Dus nee, dat was gewoon genieten. Ik heb alles gevolgd. De laatste finale nog met vrienden gekeken. En toen ben ik ook nog naar het stadion geweest. Dus nee, het was top. Zaterdag op wereldreis naar Noord-Holland ergens? Ja. Dirkshorn. Je bent er nooit geweest, merk ik. Nee. Nee. Dan gaat de wereld voor je open. Ja? Ja. Is mooi. Ik zou komen als ik jou was. Overnachting erbij, denk ik dan maar. Ja, dat moet je zelf weten, maar je kan ook gewoon rustig terugrijden. Maar een mooie wedstrijd, goed veld, goede tegenstander. Dus daar kijken we weer naar uit.